Deze video gaat over voedselrelaties en om te beginnen kijken we even naar de namen die gegeven worden aan dieren op basis van wat ze eten. Een herbivoor, oftewel een planteneter, die eet dus alleen plantaardig materiaal. Een olifant is daar een voorbeeld van, die eet grassen en struiken en delen van bomen. Carnivoren, die eten dierlijk materiaal, die doen dan predatie, ze vangen voedsel, zoals deze vechtarend. Voedsel heeft gevangen. En omnivoren eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Dat zou je ook wel een alleseter kunnen noemen. Nou, als je gaat kijken naar populaties, dan zie je in de loop van de jaren dat die aantallen individuen binnen zo'n populatie dat schommelt. Dat kan gebeuren door voedselaanbod, door ziekte of door predatie. En bij predatie dan zie je vaak dat er een relatie is tussen het aantal prooidieren en het aantal predatoren. De blauwe lijn in deze grafiek stelt het aantal prooidieren voor. En wat je ziet, als het aantal prooidieren toeneemt, dan zullen vervolgens er ook meer predatoren in het gebied komen. Er is immers meer voedsel beschikbaar, dus er kunnen meer predatoren in leven blijven. Maar doordat het aantal predatoren toeneemt, is er een grotere predatiedruk op de prooien en zal het aantal prooidieren daardoor afnemen. Die populatie die neemt af. En op die manier komt er weer minder voedsel beschikbaar voor die predatoren. En je ziet dat even later het aantal predatoren weer daalt. Omdat bijvoorbeeld nu minder jongen in leven gehouden kunnen worden. Want er is onvoldoende voedsel beschikbaar. En zo zie je dat de prooidieren en de predatoren, dat de aantallen van de populatie dat invloed op elkaar heeft, maar dat het ook niet helemaal exact synchroon loopt. Het aantal predatoren neemt eigenlijk altijd iets trager toe en neemt iets later af ten opzichte van de aantallen binnen de populatie van prooidieren. Nou, nu zijn er predatoren of ook planteneters natuurlijk die op andere voedselbronnen kunnen overschakelen. Denk bijvoorbeeld aan een merel die in de zomer allerlei insecten en rupsen eet, maar in de winter juist overschakelt op zaden en bessen. Wat je daar ziet is dat er wat minder grote schommelingen zijn, want die zijn wat minder afhankelijk van specifieke voedselbronnen. Die kunnen overschakelen op ander eten op het moment dat de ene voedselbron schaars is. In een voedselketen wordt weergegeven hoe de energie van het ene naar het andere organisme stroomt. Dat moet je als volgt voorstellen. Dat gras dat doet dan fotosynthese. Daarmee wordt energierijke stof aangemaakt. En als zebra's gras eten, dan gaat de energie vanuit dat gras, gaat dat nu de zebra in. En vandaar dat de pijl vanuit het gras richting de zebra gaat. Vervolgens worden die zebra's, zouden opgegeten kunnen worden door een leeuw en je ziet weer een pijl gaan vanaf die zebra's richting de leeuw, oftewel de richting waarin de energierijke stoffen zich verplaatsen. Hetzelfde geldt voor een voedselweb. Eigenlijk zijn dat meerdere voedselketens die samengevoegd zijn en dan krijg je een wat complexer geheel. De richting van de pijl is de richting waarin de energierijke stof zich verplaatst. Het zijn altijd planten die oorspronkelijk die energierijke stoffen aanmaken met behulp van fotosynthese. Maken ze grotere organische stoffen en die zijn energierijk. En dat gaat vervolgens doordat bijvoorbeeld die planten, als ze overleden zijn, zit die energierijke stof er nog steeds in. Maar dan kunnen ze opgegeten worden door bodemdieren. Die bodemdieren worden bijvoorbeeld door brasems opgegeten. Dat zijn bepaalde vissen. En die brasems worden bijvoorbeeld door een snoek opgegeten. En op die manier gaat de beschikbare energie steeds een schakel verder in dit voedselweb. Nou, zo'n voedselketen of zo'n voedselweb, dat kan verstoord raken. Als er bijvoorbeeld onder de herbivoren of onder de planten een ziekte heerst, dan zullen de schakels die daarboven in zo'n voedselketen staan, die zullen er ook last van ondervinden. Als bijvoorbeeld er een heleboel konijnen sterven in de duinen, dan zou je zien dat de predatoren van die konijnen, bijvoorbeeld de vossen, die hebben minder te eten en het aantal vossen zal ook afnemen. Of die vossen die zullen wegtrekken en kijken of er in een ander gebied wel voedsel te vinden is. Het heeft ook weer effect op de planten, want als je bijvoorbeeld weinig herbivoren hebt, dan zullen er ook veel minder planten gegeten worden. En dat heeft weer effect op de samenstelling
van het gebied. En dan kunnen sommige gebieden misschien ineens veel meer boompjes krijgen. Of die struiken die kunnen veel groter groeien. Er is dus minder begrazing als er minder herbivoren zijn. Een andere manier waarop voedselketens of een voedselweb verstoord kan raken, dat is het gebruik van gif. Heel veel van dat gif is persistent. Dat betekent dat het heel slecht afbreekbaar is en daardoor heel lang in het milieu aanwezig blijft. Het gevolg daarvan is accumulatie. Die gifstoffen die gaan zich ophopen en je zal zien dat juist aan de top van de voedselketen er in verhouding heel veel gif terechtkomt. Dit komt doordat als je naar zo'n voedselketen gaat kijken, dan kan je zien dat in die algen, als je al die, vooral die algen dat bij elkaar optelt, dan is er een bepaalde hoeveelheid energierijke stof aanwezig in die algen, maar ook een klein beetje gif. Nou, die algen die worden opgegeten, in dit geval bijvoorbeeld door watervlooien. En die watervlooien die verbruiken een deel van die energierijke stof die ze binnen hebben gekregen, want ze moeten ook in leven blijven, maar het gif verbruiken ze niet. Dus in verhouding zit er in die lichamen van die watervlooien wel wat meer gif dan als je dat vergelijkt met algen. Nou, weer een stap verder in die voedselketen bij de vorens zie je dat de hoeveelheid energierijke stof weer verder is afgenomen, hè, want er wordt gewoon verbruikt aan energierijke stof. Maar ja, de hoeveelheid opgeslagen gif, die zal veel minder afnemen. En bij de snoeken, helemaal aan de top van de voedselketen, zie je dat die verhouding tussen de hoeveelheid gif en de hoeveelheid energierijke stof heel erg ongunstig is geworden voor die organismen. En dus juist die toppredatoren zullen heel veel last hebben van die accumulatie van die persistente giffen. Vond je deze video interessant? Ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal.